Oh. Waarom heb ik eigenlijk een keer een microfoon uitstaan? Maar ik zei dus goedenavond Julian en Kieran. Ik wil vanavond eventjes een snel streampje doen. Want van het weekend ga ik Roveen doen. Maar als ik deze stream nog vandaag doe, kan ik uitgenodigd worden voor de affiliate. Dan kan ik mijn emotes maken en dingetje aanzetten voor de subscribes. Wat is dit? I don't know. Bedankt voor de follow, Rick. Dus we zijn nu een beetje satisfactory in doen. Ik ben eigenlijk van die dingen aan het zoeken. Om mijn fabriek wat sneller te laten draaien. Van die slakken zijn er. Waarom is daar zo'n dingetje? Als hier helemaal niks is. Of het is behoorlijk mistig, maar dan jump ik hier niet omlaag, want dan ben ik dood. Van dit spel. Ja, ik ben best wel ver, weet het. Ik had helemaal niks. En dan moet je gewoon een fabriek bouwen. Met de ingrediënten wat je hier kan vinden. Kijk, hier heb je zo'n platformpje. En dit is iron ore. Dus dan maak je ijzer en zo alles van. Ja, en dat grote ding hier, dat is de Space Elevator. En aangezien dit nog steeds een early access is, is het spel nog niet compleet. Want ik moet nou wachten tot het spel compleet is. Kan ik weer tieren unlocken. En dan kan ik weer dingen maken. En dit hier is koper, geloof ik. Oeh, wacht even. Een beetje. Let's kill the fucker. En toen was hij dood. Julian, ik heb een ambulance nodig. Revive hem even. Wat is dit? Oh ja, die kunnen we oprapen. Zie je koper oor. Koper heb je dan ook wel nodig voor draad en zo te maken. Daar ben ik al geweest. Ik hoor iets, hier is iets in de buurt. Dit is dat geluidje wat je dus hoort. Maar weet ik niet waar het is. En dat is sowieso nog een beestje in de buurt. Beetje afzoeken. Wat hoor ik dan alweer? Ja? Je jumpt ook niet omlaag, want dan gaan we ook dood. Oh, daar is er een. Au. Waar is die nou? Oh, daar. En is er nog een?
Kijk, daar bovenop ligt al iets. Dat kunnen we dus pakken. Kijk, dat hoor je ook aan het geluidje. Dat moet ook nog geunlocked worden in de complete game. Het is nou nog eigenlijk weinig betekenis voor dat dingetje. Dat is ook weer zo'n beestje. Komt hij achter me aan? Nee. Kijk, dat is zo'n monster, groot beest, die zijn onschuldig, die wat daar loopt. Kijk, dat zijn berries. Dat is voor jezelf te genezen. Kijk, daarachter door is zo'n groen glinsterend dingetje waar ik mijn net daarboven, zeg maar, waar ik naar kijk. Dat is een slak, die heb ik dus nodig. En meestal kun je daar dan één of twee van die power cells maken om het zo sneller te laten lopen dan. Daar is er nog één. Die gaan we die eerst pakken en dan gaan we daarna naar die. Dan heb je best kans dat hier weer zo'n animal is. Ja, daar gaat hij al. Had hij me gezien hebben? Ja, hij heeft me gezien. Kom. Land erop. Goed zo, kijk. Dan ken ik hem dus. Een groene die levert je twee van die dingen op. Ouch. Ik heb eigenlijk nooit geprobeerd of ik dat beest kan killen hier, dit grote ding. Kan ik op hem gaan zitten? Hallo, oink, toink, toink. Oh, de... Is hij dood? Oh, lijkt het wel op. Oh, dus... Nou is hij ook dood. Die dingen kunnen we ook gebruiken. Dan weet ik alleen niet of ik nou nog... Oh, spider! Nog meer spiders. Ik hoor ze. Got him. Ja, dan weet ik dus alleen niet waar dat gekke ding is. Die slak. Och, weer zo'n beest. Meestal als die beesten hier in de buurt zijn, moet ze een... Ik hoor hem. Ik kan ook hier bovenop zetten, dat weet ik dus niet.
Daarachter zie ik er één. Maar hier was er toch ook, geloof ik, eentje, of zag ik dat verkeerd? Nee, ja, wel die beesten. Kijk, nou moet ik snel eten, want anders gaat hij dood. En dan raak ik alles kwijt wat ik bij me heb. Wat? Hey, kan ik nou meerdere items hier erin gooien? Oh, dat is fijn. Dat is nieuw, dat wist ik nog niet dat dat kon. Oké, dat gaat dus niet. Ah, mooi. I like it. Nog zo'n beest. Dacht dat ik ze allemaal gehad had. Oh, wacht even. Cool. Ja, dat zijn ook van die dingen die ik nodig heb. Ah, daar. Oké. Okay. Dat was dat ding waar we aan het zoeken waren. Hoppa, dat is er weer een. Fijn, ik hoef niet met de switchen de hele tijd. Ik geloof daar, die daarachter, die moet ik ook hebben. Oh. Even kijken, waar was die? Oh, daar. Toch even gaan dalen, anders zijn we dadelijk weer de pijp uit. Dat heb ik niet gezegd. Oh, daar bovenop zit hij. Oké. Okay. Dan moet ik even kijken of ik daar bovenop kan komen. Dat is een robbeus. Ja, ja, ik zeker kan ik het. Maar dit stukje is volgens mij iets te hoog voor mij. Of ik moet daar op dat randje daar kunnen landen. Dan kunnen we het wel proberen. Oké, ja, dan moet het haalbaar zijn. Ja.
Zie je, jouw support helpt, Kiel. En ook van Ron. Ja, als alles mee zit, Ron, ben ik na deze stream affiliate. Dan heb ik 3 van die groene power sludge. Daar kan ik mijn fabriek sneller mee laten lopen. Ja, ik moet er niet een al te lange stream van maken, want anders haal ik het weer niet. Want ik hoefde alleen maar vandaag nog te streamen een bepaalde tijd. De uren had ik al en de kijkers ook. Ik moest alleen 7 dagen streamen en 30 dagen. En dit zou de laatste dag zijn. Maar van het weekend ga ik weer. Ik denk zondagavond of zondagmiddag, maar even kijken. Ga ik weer Roeveen doen. Au. Hier zou ik een beestje pesten. Allee, hop, hop. Kijk, ze kunnen rennen. Ik hoor een Oeh, 2. Komt de papa. Oké, de eerste is de pijp uit. Die is ook dood. Hoppa. Maar waarom zijn die beestjes hier? Dan is hier meestal wat te halen. Oh, daar zijn er ook nog 2. Wat een ding. Oh, welk beestje bedoel je? Die wat ik net neer heb gemapt of dat grote beest daar? Kijk, super groot lichaam en poten. En als je dan het hoofd hier kijkt. Lijkt wel een vogelhoofd of wat. Hey, wat de... Sinds wanneer kom ik door dat beest heen in? Boink. Boink. Trampoline. Oh, rennen, bitch. Ja, dat hoofd, dat super dik lichaam, grote poten en dan zo'n klein hoofdje. Lach je toch? Ja. Oh, dan moet ik maken dat ik toch echt gewoon die geven gif. Oh, weer zo'n beest. Die dood. Die was niet onderlaten. Die ook. Wat is dat vliegende ding, hoor? Oh, daar. Maar is, je zit eigenlijk op een alien planeet. Oh, die kan ik ook meenemen. Nee, ik moet die. Is het druk op Roeveen met de ambu? Een kleine fabriek. Kijk, ik heb nog ruimte zat hier.
Oh, ik heb maar 3 power shots te maken met. Die 3 dingen die zorgen wel weer dat ik de machines harder kan laten lopen. Die heeft ze allemaal al. Wat ben jij aan doen? Oh, wacht even. Jij had ze? Ja, mooi. Jij ook. En jij dan? Ja, jij hebt het niet nodig, want dat ding is helemaal vol. Hier. Wat is hier fout dan? Eigenlijk moet hij een stukje omhoog komen. Ja, weet ik. Maar ik heb hem zo hoog moeten maken, weet het, omdat hij... Even kijken. Hij daar heeft best een hoge schoorsteen erop zitten. Waarom is deze lopende band leeg? Oké, nou, daar kwam weer wat. Waarom is dat ding zo traag? Hij draait op max. Hij draait op max production en nog is die... Oh, wacht even. Schroeven. Waarom zijn die schroeven zo traag? Die staat open. Dan zetten we hier nog zo'n ding erbij. Eens een nadeel is, ik moet dan opletten of ik niet te veel stroom gebruik. Wat heb jij? Nou, die heeft dat niet nodig. Kijk, nou lopen de schroeven al wat harder op. Dat is beter. Kan je je Discord bekijken? Wat is op mijn Discord dan? Daan, je gefeliciteerd. Wat? Serieus? Django. Oeh. Ik moet Django even joinen. Mr. Call. Dan moeten we heel eventjes overswitchen. Oh my god. Hoe vet is dit dan? Tijdens de stream gewoon junior model of junior management. Zit hij toevallig dan nog in een kamer? Even kijken. Wachtkamer, spreekkamer. Kijken wat ze op de chat allemaal zeggen. Oh, ik moet een kanaaltje joinen. Oké. Doen we spreekkamer 2.
Radio, gefeliciteerd, je bent vanaf vandaag je nieuwe manager. Fucking. Oh shit, nee. Dankjewel. Nou heb je iets gedaan dat ik beter niet had kunnen doen. Nee, Mike wilde het doen. Ik wou het doen. Gefeliciteerd, Daniel. Dankjewel. Je zit hier nu al een tijdje en je doet echt gewoon heel erg goed je best. Je bent actief op de server, je houdt mensen goed in de gaten als ze wat verkeerd doen. En daarom denken we dat deze rang gewoon perfect bij jou zou passen. Ah, dank u. Ja, ik ben nou toevallig... ik was een streamer. Dat bespreken we nog wel een keertje. Oké. Voor de rest zal er nu niks veranderen voor jou. Oké. Okay. Yes? Is goed, dankjewel. En zie ik nog veel plezier met streamen. Ja, ik hoop dat het de stream iets is leuker maakt. Ja, dat hoop ik ook. Ja, het zondag doe ik Roeveen weer dus. Aha. Ah. En, okay. Nou was het deze streamen doen dat ik afgeleid kan worden, dus ik denk dat moet ik eventjes doen. Ja. Nou, gefeliciteerd en dank veel plezier op je nieuwe rang. Veel plezier ermee, jongen. Yo. En we zitten hier allemaal mensen, what the fuck. Doei. Haal. Nee, junior mod ben ik al geweest, hè. Zetten we het geluid wel iets hoger. Hoppa. Dan hebben we de muziek wel wat zachter gezet, hè. Dan staat hij niet meer zo hard. Dankjewel, Joris. Hier staat ook weer een machine stil. Die is ook niet nodig. Ik moet dus dingen bij gaan bouwen hier, dat het weer wat sneller gaat. Ja, bijna. Hè. Ondanks dat ik nou ook nog een huis leeg aan het maken ben. Probeer ik er zoveel mogelijk te zijn. Dat is een hele goede afleiding. En daarbij, jullie zijn mijn vrienden, hè, momenteel. Samen maken we Roeveen, dus we doen het allemaal samen. Oeh, mijn telefoon onder een lamp laten liggen moet ik niet doen. Even kijken, wat kunnen we er nog gaan bouwen? Nou, zo kijken, ik kan eerst bij zo'n machine kijken en dan kan ik dan kijken wat ik wil maken. Nee. Die dingen zijn helemaal aan het maken. Kijk bij die andere machine. Jasper ook junior en Danny management. Ja, hun ook gefeliciteerd dan. We doen allemaal ons best, hè. Ah ja, eens kijken. Wat moet ik hier van maken? Of gaan we dit doen? Ja, ik wil... Die dingen wil ik maken. Die dingen ben ik al aan het maken. En dan moet ik die vlak bij. Even kijken waar staan we. Wat is dit, een assembler? Ja, moet ik een assembler gaan maken? Ah ja. Oh, dan moet ik gaan uitbreiden, anders krijgt die lopende band hier niet gemaakt. Zo'n ding moet ik hebben. Even kijken, waarom kan ik hem nou niet bouwen?
Dan doen we het anders. Dan zet ik een plusje neer. Kijk, dan krijg ik te zien wat ik moet hebben. En dat heb ik allemaal. Dat is het probleem niet. Ik meer is zat. Die heb ik nodig. En die heb ik nodig. Even kijken wat ik nodig heb voor die rotors te maken. Oh ja, daar heb ik ook al genoeg materiaal voor bij me. Mooi. Oké. Dan gaan we die hier plaatsen. Hoppa. Wat hebben we nodig? Oh, dan moeten we die dingen weer gaan pakken, want anders kan ik die lopende band niet aanleggen. Die heb ik ook in een van die dingen hier neer gedumpt. En hier zijn ze. Hop. Die kan op. Wat mis ik nou, hè? Oeh. Vergeet de helft. Die moeten we hebben. Hoppa. Drie keer een scheepsrecht, zeggen ze. Zie je? Mooi. Hoe zit hier eigenlijk in dat ding al? Oh, meer als zat. Mooi. Even kijken. Ik wou die dingen bouwen. Die beams. Kijken of we daar constructie van kunnen maken. Lopende band constructie. Want ik heb hier in een van die containers helemaal vol zitten. Daarmee. Dat is althans bijna zo goed als vol. Zie je? Hier, deze. Even kijken, dan moeten we nummertje 4 hebben. Dan kan ik die hier neerzetten. Ja. Deze weg hier naartoe pakken. Let niet op mijn bouwkunsten. Containers die wat hier staan, die gaan toch een verloop van tijd weg. En ik ga in de toekomst ga ik het sowieso perfectioneren, dat die lopende banden hier boven langs lopen allemaal. Dat is iets te ver. Destroy.
Hoe heb ik dat dan al? Oké, boeien. Even kijken. No power. Ja, we moeten weer stroom erop zetten. Even kijken. Oh ja. Oké, dan wordt die al opgestart. En dan gooien we de production ook naar 200%. Even kijken of ik nog genoeg stroom heb. Even kijken. Moet ik even kijken welke spul ik nodig heb voor deze hier. 15 van die. Van die dingen, ja, 5 van die. Oh, waar even. Ik ben, dat ding is dat een boa. Hè? Ja. Nog 2. Hoppa. Oké, die kunnen we nou ook bouwen. Hop. En zo. Mooi zo. Oké. Even wat mooie kenig. Zo doen. Kijk, dan kun je dus zien wat erin zit. Ah, weer een ding wat aan het bouwen is. Mooi zo. Maar het houdt dus in dat ik weer langzaam mijn powercentrale neer moet gaan zetten. Even kijken. En hij werkt op fuel en ik ben al bijna op maximum capaciteit aan het draaien met fuel. Nee, kom, klik, zo. Even kijken, wat moeten we allemaal doen? Die motors moet ik hebben. Oh ja, dan moet ik die dingen bouwen. Die stators. Dan hebben we die copperwire voor nodig. Moeten we weer de andere kant op. Daar zit die container. Als er nog wat in zit. Ja, mooi. Kabels heb ik genoeg. Hey Madness!
die moest ik hebben. Toch? Of ben ik nou de verkeerde aan maken? Nee, ik moet die. Die moet ik hebben. En dan moet ik die hebben. Ja, dat denk ik ook. Na afloop van deze stream zal ik het waarschijnlijk wel de uitnodiging krijgen. Heb je daar lang op moeten wachten? Toen jij het werd. Of kreeg je het meteen na afloop van je stream? Ah zo, ja ja. Ja, dan ben ik eens benieuwd. Wat moet ik hiervoor hebben allemaal? Waarom kan ik daar maar eentje van bouwen dan? Ah, ik zie het al. Oké. Schroefjes heb ik nodig. Die is vol. Oh ja, hoppa. Dankjewel Danny. Jij ook gefeliciteerd, hè, want je bent ook een stapje omhoog gegaan. Maar ik kom dadelijk zeer zeker nog weer Roeveen in, hoor. Ja, kunnen we doen, ja. Kunnen we de streamers misschien laten zien hoe slecht we zijn in Fortnite of zoiets dergelijks. Oeh, mijn power ging uit. Waarom ging die uit? What happened? Oeh, volgens mij draait hij te hoog. Even die uitzetten. Ik was net de zooi bij elkaar aan maken voor een nieuwe powercentrale. Jazeker. Wij de lol. En de kijkers die lachen zich kapot omdat we er niks van bakken. Oké, okay, dan moet ik nog dat eentje hebben. Even kijken, wat moet ik daarvan maken nog eens? Deze. Oh, die beams. Ja, ben ik blij dat ik die aan het maken ben. En dit, nee. Een van die dingen was ook bezig met maken, zie je. Het scheelt me ook een hoop werk dat ik die dingen heb. Ja, ik heb er alweer 48. Misschien hebben we er net genoeg om nog 8 van die dingen te bouwen. Ik heb tekort. Oh, oh, die dingen moet ik hebben. Is goed, dan zet die hier in. Ja, mooi. Even kijken, nou kan ik dat gaan bouwen. Ja, dan gaan we weer. Dan hoop ik. Dan moeten we eigenlijk even gaan landen. Want als mijn benzine op is van de jetpack en ik val neer, dan doet hij zich pijn.
Kijk, dit zijn mijn power centrales. Die lopen allemaal op fuel. Oké, dat is mooi. Even kijken, dan moet ik... Nou, ik weet in ieder geval, als ik nou nog hier zo'n T-splitter ertussen kan zetten, dan kan ik hier nog eentje hiernaast gaan bouwen. Nou, dat gaan we gewoon eens proberen. Gaan we eerst eens even de muren weghalen. Zo. Ja. Met die hebben. Jij mag wegwezen. Jij mag ook wegwezen. Dat hebben we toch niet meer nodig. Eens kijken. Is het platform groot genoeg voor dat ding? Ja, weet ik. Ik ben eigenlijk alleen maar een beetje dingen neer aan het zetten. Echt nieuwe dingen is er eigenlijk niet. Want ik heb alle upgrades al. En nu ben ik gewoon eigenlijk alle apparaten neer aan het zetten. Wat ik nog niet heb, zeg maar. En als ik dat allemaal in die fabriek achterdoor, wat je daar ziet, waar ik nou tegenaan kijk. Alles erin heb staan, wil ik het gaan perfectioneren. Dan wil ik de lopende banden gewoon in rijen onder elkaar laten lopen. Met die... lopende bandstaven met dat ding hier, dat je daar echt gewoon mooie productie van gaat maken. Zo vaak speel ik het de laatste tijd ook niet, omdat er niet veel nieuw is. Ja, dat ding heb ik nog niet gebruikt. Weet ik eigenlijk niet. Je hoort er zo weinig over. En ik weet ook niet of er bekend is wanneer de volledige versie uitkomt. Want als die volledige versie uitkomt, dan kan ik ook weer die Space Elevator gebruiken. Want daar zitten nog twee tieren op gelokt. Die kun je alleen maar gebruiken met... Met de volledige game staat erbij. Oké, jij staat. Ja, dan moet ik hier een T-splitter maken. Even kijken. Convoy splitter. Zo. Als ik hem hier split, moet ik hem daar net. Oeh, nee, dat moet ik even opnieuw doen. I know dat jij die hebt aangeraaien. Is het ook echt super waard geweest? Even kijken, je moet hier erin, geloof ik. Ja. Ah, ik heb geen steel beams meer. God. Ja, moeten we even terug. Maar dan doen we lekker snel. Ga ik hier gewoon op de lopende band. Deze, geloof ik. Ja. 200 moeten wel even genoeg zijn. Is ook best verslavend. Vind ik.
Ik heb, ik weet niet of je gehoord hebt, Madness, maar ga eens Roeveen spelen. Ja, dat ga ik dadelijk doen, Quinn. En streamen doe ik het zondag. Maar Madness, Subnautica Below Zero is een nieuwe update van. Ik heb alleen nog dat ding niet kunnen maken, omdat ik nog niet de blueprints heb gevonden, maar dat zal weer iets, een of ander nieuw ding zijn. Ah, heb je hem nog niet? Ik dacht dat je die game ook had. Oké, okay, dan loopt hij ook. Dan moet hij ook weer aangesloten worden op het power netwerk. Hoppa. Even kijken. Hebben we nou weer genoeg power? Dan heb ik 1200. Ik denk als ik die ene aanzet weer achter in de fabriek. Dat we weer langzaam te max zetten. Want hier lopen nou weer 1, 2, 3, 4, 5, 6 stuks. En ik geloof. Daar staan ook nog 2. Oké, ik kan hier gewoon op die rand staan of wat. Ah, kijk, ik kan daar buiten ook nog een neerzetten. Daar is ook nog zo'n baan over. Dat is mooi. Waarom loopt deze lopende band zo langzaam? Is dat nog te oude? Jo, dan gaan we hem upgraden. Hè. Volgens mij heb ik weer te weinig van die dingen en beams bij me zometeen. Zie, ik heb er nog 38. Ik kan beter even nu halen. Ja, dat is ook een fout van het spel, maar kijk eens, ze gaan gewoon letterlijk door de vloer in. Ja, ja, kijk, dit ziet toch wel leuk uit zo, hè? En dan nog wat netter maken in de fabriek zelf. Verder upgraden. Ik ga die lopende band nog even upgraden en dan ga ik dan naar Roeveen toe. Dan ben ik benieuwd hoe lang het duurt voor ik bericht van Twitch krijg. Echt een mijlpaal. Heb jij ook toch hard voor moeten werken, hè, Madness? Hoe lang heb je erover gedaan? Oh.
Ah ja, oké. Dan moeten we hier weer door. Ik hoop alleen... Waarom kan ik hem niet... Ah. Huh? What the heck? Wat? Ah zo. Oké. Kom, dat wou ik niet. Zo, dat moest ik hebben. Ja, ja. Ja, wat bedoel je met te veel streamen? Ik moet zeggen, sinds dat ik Roeveen stream, gaat het een stuk harder. Hij trekt dat gewoon bij. Mooi. Maar ja, de omgeving is ook zo super mooi. Met jou. Oh ja, hij draait echt al op maximum capaciteit hier. Anders had ik al te weinig benzine voor alles. Wat heb ik hier nog eigenlijk allemaal in liggen? Oh ja, dat was een vol vaatje met... Oh ja, die is ook nog helemaal niet meer aangesloten. Wat zit hierin? Ook nog olievaten. Wat heb ik hierin zitten? Oh, wacht even. Dat is mijn scanner. Oh, er is trouwens wel nog een ander klein updateje, kijk. Oh, je kunt nou meerdere dingen hierin zetten, dus je hoeft niet meer elke keer apart iets te equippen. We hebben tijd elke dag live geweest. Ja, weet ik. Daarom heb ik ook de laatste tijd iets minder gestreamd eigenlijk. Gewoon 1 à 2 keer in de week of zo. Zodat ik die gemiddelde kijkers van 3 omhoog krijg. Vandaag is gewoon echt puur die ene dag van die 7 dagen wat ik nog moest doen. De rest had ik alles al, maar dat had ik jou verteld. Oké, wat hij nog gebruikt hier? Oh, ja, ja, hij wordt nog gebruikt. Ja, die lopende band die loopt niet snel genoeg. Terwijl die lopen allemaal op het maximum qua power. Maximaal aantal slakken en zo heb ik die gebruikt. Oh ja, ik moet even een apparaat aanzetten. Die had ik op standby gezet. Hop.
Even kijken. Het varieert, hè, wat hij aan power verbruikt. Zie je, nou gaat hij over de 1000. In principe zou ik die dingen ook nog kunnen, maar die heb ik helemaal niet meer in gebruik. Even kijken, heb ik hier nog nieuwe dingen? Ja, voor die filter heb ik die, weet je die dingen? Fabric nodig, maar die vind ik bijna nergens. Die heb ik ook nog niet, die medical inhaler. Die heb ik ook wel nodig, wat is dat? Mycelia, moet ik dan ook nog zien te vinden. Ja, niet. Oh, wacht even. Heb ik daar 5 van bij me? Organs. Nee. Die moet ik hebben. Ik weet niet wat het doet, maar. En daarna moet ik nog die fabric. En dan moet ik eerst vinden. Dat zijn van die kapotte boomstammen of zo, moet ik zien te vinden. En hier heb ik, oh, ik geloof als ik dat er ontwikkeld heb, dan kan ik hier wat dingen vinden. Zie je, als ik tier 7 zeg, zegt hij complete space elevator fase 3. Dan is ik allemaal klaar. En als ik dan in die space elevator zegt hij van, je kunt hem niet upgraden, want bla bla bla. Oh, wacht, die kunnen we hier ook eruit trekken. Is nog niet vol, mooi. En dan zie ik nou. Hier nog plaatsen. Nee. Oh, wacht even. 100 van die dingen. Die halen we eruit. Jij kan daar ook uit. Dan stoppen we je. Die stoppen we eruit. Even een beetje spullen uit mijn inventory halen. Een beetje plek krijgen erin. Ik heb nog 50 van die dingen. Daar weer. Oh, die is alweer bijgevuld. Tjoep. Zo. Oké, ik ga de stream afsluiten, jongens. Ja,
Eens eventjes de game saven voordat ik dat vergeet. Het zou zonde zijn dat je alle werk voor niks gedaan hebt. Game is saved. En iedereen bedankt voor het kijken. En ook bedankt voor mijn felicitaties, omdat ik nou een junior management ben geworden. En zondag gaan we Roeveen streamen. Misschien nog een eerdere stream, als ik afgeleid ben met Madness. Dus iedereen fijne avond.